Mooi, hè? Prachtig, hè? Ja. Ik heb ook al op de dijk gestaan, maar die daar zo koud. Ja, dat stond je mij net ook. Inderdaad, dat is wel een Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en ik ben al buiten geweest met de meisjes en het is weer giga druk. Marcel die was vanochtend er al heen geweest, maar dan is alles nog in stille rust. Ja, daar kan ik niks aan doen, daar is het toch zondag voor, ja. Maar in ieder geval, niet nadenken heet dat in mijn hoofd, ja, in mijn ogen, ja. Denk na, het is zondag, dan is het 's morgens rustig. Moet je niet over, je behoort nu te gaan. Wij gaan nu ook, want het loopt alweer aardig druk te worden. Op de dijk bedoel ik, niet in, maar op. Ook komen ze van Cape Holland naar de dijk toe. Ook staat het op het braakliggende terrein weer aardig vol met auto's. Dus ja, ik weet niet, maar ja, het is druk. Want de verkeersregelaars die zijn ook weer druk bezig. Die moeten zowel de auto's regelen, zowel de voetgangers en de fietsen. En de fietsen die moeten dan ook bij de zebrapad oversteken. Oftewel de OV. Nee, hoe heet dat? Weet ik veel. In ieder geval, ze moeten gezamenlijk oversteken. Ja, een fiets mag niet fietsend oversteken. Nee, ik mag dat wel, want ik krijg geen fiets. Ik krijg een scootmobiel. Dat krijg ik gewoon op de weg. Maar oké, het is vandaag zondag, zei ik dus al. Het is 2 juli en we leven om 13:36. Dus wij gaan er gauw vandoor op de scootmobiel naar de dijk. En ik zeg, geniet van alles en geniet ook lekker mee. 1-0 auto's, 1-0 auto's en mensen. 1-0 auto's, 1-0 auto's. Het is een mierenis qua mensen. Ja, en ze zitten boven de dijk op stoeltjes. Ik ga weer beneden proberen te zoeken, als ik er door kan. En ze moeten me er door laten. Ja. De ambulance, ik wilde gewoon er tussendoor kruipen hoor, hoe dan ook. Kijk, wat een drukte. In de spits. Wat mooi. En kijk eens wat een mensen. Ja, kijk eens. Dat hele grote zeilschip. Een driemaster. Ja, nog een kleinere, maar ook een driemaster. Dit is toch geweldig, mensen. En de pier is nog leeg. Kun je nagaan, hè? Kanonnen. Het is laag water. Zie maar. Ik wil toch nog. Ja, ik. Daar is ons maatje met zijn camera. Het waait nogal hard. Echt, het waait bikkelhard. Jeetje, Maria. Het waait bekelhard. Ah.
Wat gaaf, nie? Ik zoom even in. Kijk of dat wil. Wat schitterend, nee, die twee daar. Oh jee. Ik pak mijn mobiel er even bij, lieve vriend. Ik sla deze even af. Met mijn mobiel kan ik verder inzoomen. Mijn bril kwijt, want die krijg ik momenteel meer last van dan gemak. Mooi.
waren allemaal op motor, niet op zeil. Die witte die gaat helemaal naar de andere kant. Ja, je weet, ik weet niet waar ze vandaan komen, net zijn allemaal buitenlanders. Even kijken of er nog marine daar zijn. Ik vind dit toch al wel weer heel erg mooi wat we gezien hebben, toch? Ja. Het is allemaal blauw-wit. Zien jullie dat? En een geel met wit. En nog een geel met wit. Ja, ja. Leuks aan, hè? Ja, dat daar komt nou wat leuks aan. Hoppa! Hoppa! Geweldig, geweldig, geweldig.
Kijk eens, daar staat onze Dikkie. Geweldig. Kom op. Dat was het. Mooi, hè? Prachtig, hè? Ja. Ik heb ook al op de dijk gestaan, maar het is daar zo koud. Ja, dat stond bij de koud. Inderdaad, dat is wel een. Kan u wat voor mij doen? Hier toch mooi, hè? Dan op de dijk. Want dit moet nog allemaal naar de dijk. Ja, ja. YouTube. Yes. I'm. En waarom spelen jullie niet? Goed. Vinden ze dat goed dat je filmt? Hey. Waarom spelen jullie niet? Hij hebben met zijn instrumenten in de weer. En dat heet een banjo, geloof ik toch? Banjo mandoline. Banjo mandoline. Oké. Okay. Ah, mijn opa die had vroeger een banjo, zo'n apparaat. Ah ja. Maar ik heb jullie geloof ik al vaker op de film. Staan jullie ook wel eens in het Themapark met zomerdromen? Nee, één keer hebben we dat. Ja. Toen lang geleden ja, heel lang geleden. Ja. En dus. Waarom nog jong? Ja, ik ben een YouTubester, dat wisten jullie al. Oh, okay. Ja. Toen deed ik het nog met mobiel, nou heb ik een camera. Ja. Ah, ik doe het nog wel met mobiel, het ligt eraan of ik ver in moet zoomen, net zoals daarnet met die schepen. Oh ja. Dat gaat beter met mobiel dan? Of dit? Ja, met mobiel. Kijk nog veel beter in zoomen dan met deze. Maar ja, ik zou zeggen, succes! Dankjewel! Mag toch niet lang opnemen. Hey. Ben jij met Turken zoeken? Zal ik wel toch uit te brengen? Wat is dat? Oh. Niet. Te lang filmen. Hier ligt ook nog een mooi schip. Een tweemastig. Een dikke tweemastig. Ja, is dat goed? Maar ja, ik ga even verder zoeken. Ja, lieve vrienden, dit is dan een muur met allemaal namen.
Uit 9. Ja, ik ben aan het filmen, dus je mag doorlopen. Je komt er enkel wel op, hè, op YouTube. 1940, 1945. Ja, 013, 016, 020, 022. Dat andere weet ik allemaal niet. Zal ja. Ik kan geen Romeinse cijfers lezen. En onze gevallenen. Nou, daar staan dus ik weet niet hoeveel namen op. Ook op die plaat. En die plaat. Ja, het is droevig genoeg dat er zoveel mensen zijn gesneuveld, gevallen zijn in de strijd. Om ons eigenlijk te redden, laat me zo even benoemen. En daar reed de onderzeeër, bovenop. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Dus ja, ik zal zo even een shot maken. Van een plaat die daar staat. Want dat hele vlakte, dat gaat niet natuurlijk. Het is ja, bizar. Dus zoals ik zeg, ik zal even een short maken. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik had nog wel weer de oude Rijkswerf opgewild, maar nee. Ik denk, ik ben door en door koud. Ik begon al te verkrampen. Ik denk, nou, ik wil naar huis. Mijn arm doet zeer, ook door de kou allemaal. Ja, gewoon niet lekker, niet fijn meer. Ik denk, het wordt er steeds kouder en kouder op. En ja, je had zo'n winterjas aan kunnen hebben. Echt zo koud is het. Gemeen waterkoud, maar geen regen van betekenis. Wel bewolkt en iedere keer dreigen. Maar ja, we hebben genoten toch met elkaar. Of niet dan? Ja, echt zo mooie beelden geweten te maken. En vooral dat ik toch de marine eerder op ben gegaan dan het eigenlijk zou. Omdat op de dijk al ook zo koud was. Ja, daar zagen we ook nog die paar die nog maar net de haven uitgingen, weet je. Nou, dat vind ik geweldig. Dat vind ik nog mooier dan op de dijk, ja. Hé, hey, jij nog kind? Hé. Hey. Ja, was het lekker de koekje net? Jij. Was het lekker de koekje? Was het zo lekker? Ja, die heb een koekje gehad, hè. Ja, jij hebt een koekje gehad, hè. Uit een grote bak. Ja, en er heeft er eentje gebeld. Ik zal kijken wie en dan zal ik even terugbellen. Ik denk, ik heb het vermoeden van Karin. Dus ja, we gaan even terugbellen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Geniet van jullie namiddag. En ik zou zeggen, geniet ook een beetje met ons mee.